Ik heb op dit ogenblik geen hulp. Mijn hulp heeft een andere baan aangenomen per 1 oktober. Ik hoorde dat begin september. Ik ben er al 4 weken bezig. Alle mogelijke zorginstellingen die in Wassenaar zijn aangesteld om voor de zorg te zorgen, thuiszorg te zorgen, die geven geen antwoord of ze hebben een wachtlijst. Maar waarom is uw hulp vertrokken dan? Die heeft een andere baan aangenomen, want ze moest alfa-hulp worden en dat wilde ze niet. En terecht, toch? Ja, zeker terecht. Zeker terecht. Ja. Want het is natuurlijk onzin als je altijd een vast contract gehad hebt, dan ontslagen te worden en als alfa-hulp verder moeten eraan. Dat is echt, tot je zegt, hoe is dit in godsnaam mogelijk in deze moderne tijd? Ja. Een beetje passen en meten nu, maar het komt allemaal goed. Last van de gevolgen van de WMO? Ja, dat klopt. Dat is nu al heel goed te merken bij ons ook. Hoe? Nou, een voorbeeld is de thuiszorg. Daar hebben we dus nu onder haverklap een ander persoon voor. Je moet iedere keer net wennen, eraan gewend en ze weten net alles te vinden, dan krijgen we weer een nieuwe. Een verder probleem is combinatie thuiszorg ook met verzorging. Het gebeurt dus dat ik met verzorging al een man of 14 verschillend per week over de vloer krijg, zo nu en dan. En dan krijg je ook nog weer andere thuiszorg voor het huishouden. Het gebeurt dat degene die eerst thuis poetsen, nu in de verzorging jou gaan douchen en dat soort taferelen. En heel versnippend dus ook. Heb je ook minder zorg gekregen? Het aantal uren zorg in de huishoudelijke hulp is inmiddels ook langzamerhand iedere keer afgenomen. Iedere keer als er een nieuwe indicatie is, dan hebben ze